Eindelijk was het zover. Woensdagmiddag tekende Lasser Schöne zijn twee jaar contract bij NIC. Lasser komt over van Heerenveen en is terug op zijn oude nest. Ja, zoals ik ook daar zei, ik heb hier alleen maar goede herinneringen aan. En uh, ja, natuurlijk, dat uh, Europese avontuur was natuurlijk uh, fantastisch hier. En uh, ik denk dat iedereen daar ook uh, een mooie herinnering aan heeft. En dus, uh, dus dat was gewoon een hele mooie tijd. En, uh, dus ik, uh, dus ik, uh, ik heb weer zin om, om aan dit project te beginnen. En, uh, Waarom NEC? Nou, wat ik net zei, ze zijn, uh, ze zijn aan iets bezig hier waar uh, wat ik graag deel van wil uitmaken. En, uh, en dat hele project en, uh, en van uh, NIC weer een stabiele Eredivisieclub te maken, ja, dat uh, spreekt me erg aan. En uh, ik hou wel van uitdaging. En, uh, ja, dus dat, uh, daar kijk ik gewoon erg naar uit. Dus uh, ja, mooi om hier te zijn. Waar kijk je nou het meest naar uit als je weer naar het nieuwe seizoen gaat kijken hier? Nou, vooral dat de stadions weer voorlopen. Dat vind ik fantastisch en uh, je ziet ook heel snel dat de seizoenskaders hier weg zijn gegaan. Dat, uh, dat zegt wel veel over, uh, over, de, over de mensen in Nijmegen en, uh, en hoe ze over in de zee uh, denken en voelen en uh, ja, daar heb ik heel veel zin in. Uh, dat is, uh, snikken we allemaal na, denk ik, dus dat, uh, dat is heel mooi. Ja, het is nu al een weerzien, zeg je, hè, van mensen die je kende, maar de allereerste competitiewedstrijd gaat ook weer een weerzien worden, want dat is uit bij Ajax. Hoe leef je daar al naartoe? Ja, ik hoorde het ook inderdaad. Dat is natuurlijk fantastisch, is wedstrijd. En, uh, ik ben daar ook niet of terug geweest. Uh, dus uh, dat, zou een, dat is natuurlijk een heel bijzondere wedstrijd. En, uh, het zal niet de makkelijkste worden, maar uh, maar drie punten kan je wel pakken.